94. 200. Hoi allemaal. Hoe gaat het met jullie? Kids United mis ik ook ongelooflijk. Ik denk dat jullie het ook allemaal missen. Maar we gaan het zeker goed maken. Op de duur, het komt allemaal weer goed. Dan gaan we lekker trainen met elkaar. Ik heb Margriet al horen zeggen van we moeten maar beginnen met een feestje. Lijkt me een prima idee. Straks jongens zien we elkaar allemaal weer. Maar even volhouden met elkaar. Kom op hè. Groetjes aan jullie ouders. Tot kijk. Doei. Hey, goedendag. Voor de hele reden, maar goeie, geweldig gezicht, mis net. Al die doen, man, wat een borrel. Maar, het is nou anders. Dit was gelukkig het grunners. Vroeger je papa en mama maar als ze dit vertoond willen. Mooi, beste maar weer. Hey toppers, even een berichtje voor jullie van mij. We hebben elkaar nu al een tijdje niet gezien en ik mis jullie wel. Het is een beetje een gekke situatie waar we nu in zitten. Helaas kunnen we momenteel niet samen trainen. Ik weet dat het allemaal weer goed komt. Dat we elkaar dan snel weer gaan zien. En dat we er weer één groot feest van gaan maken op de woensdagmiddag. Ik wil ook nog even zeggen dat ik enorm trots op jullie ben. En ik hoop dat jullie een beetje vermaken. Groetjes van mij en tot snel. Dus, wel jammer dat we niet kunnen trainen. Niet kunnen voetballen, niet bij elkaar kunnen zijn. Hopelijk kunnen we dat snel weer doen en is deze ellende snel weer voorbij. Gelukkig is het mooi weer en kunnen jullie in de tuin kunnen lekker oefenen. Nog even volhouden toppers en tot snel. Hoi toppers. Nou, even een kort berichtje van mij. Ik ben even, ik ben erg benieuwd hoe het allemaal met jullie gaat. Want op dit moment is het... een beetje een vervelende situatie. We kunnen niet naar school, we kunnen niet gezellig naar buiten of naar opa en oma op visite. Op de woensdag kunnen we niet trainen en de wedstrijdjes spelen we op het moment ook niet. Dat is heel jammer allemaal. Nou, ik hoop dat we allemaal snel weer elkaar zien en dat iedereen gezond blijft. En ook jullie ouders en opa en oma's. Dat we snel weer op de voetbalvelden mogen zijn en dat we weer veel plezier kunnen maken. Tot ziens allemaal. Hoi hoi. Jongens, meisjes. Ja? Hey. Hey, ik mis jullie ook. Het is even niet meer op woensdag even voetballen. Even gezellig bij elkaar op het veld plezier maken. Ja, het is nou thuis zitten. Het is even niet anders. Even niet naar school. Eventjes niet spelen met vrienden. Even niet voetballen. Even niet naar de IKEA op je vrije schooldag met je ouders. Maar we moeten allemaal even binnen blijven. En dat is eigenlijk allemaal voor de gezondheid voor jezelf. Maar we komen er allemaal weer veel sterker uit. We hopen jullie allemaal weer snel terug te zien op het veld. Met veel plezier. Samen met ons weer goede trainingen gaan doen. En ik zal zeggen, kopterveur. Doe je best. Denk om je gezondheid. En goed luisteren naar papa en mama. Doei! Zo, toppers van Kids United. Hier zitten we dan. Thuis, helaas. Ik stond zelf ook liever nu op het voetbalveld, maar het is even niet anders. We moeten thuis blijven voor onze veiligheid. Ik hoop jullie snel weer te zien op het trainingsveld en ik hoop jullie gezond weer aan te treffen. Tot dan. Hey toppers, René hier. Hey, wat vervelend gebeuren allemaal met dat corona. Hierdoor kunnen we niet meer met elkaar voetballen op dit moment. Maar ik wil wel zeggen, echt grote complimenten in hoe jullie het doen. En ik hoop dat we wel weer snel kunnen ballen en knallen met elkaar en we schoppen ons er doorheen. Ik denk aan jullie en ik zie jullie snel weer. Liefst geleden. Hallo allemaal. Missen jullie mij al? Of ons? De trainers? Wij wel. Wij missen jullie heel erg. We hopen dat deze situatie snel achter de rug is, zodat we weer de wei in kunnen. Wij moeten even geduld hebben. We hopen dat dit ook allemaal snel achter de rug is en dat we weer kunnen plezier maken met elkaar. En elkaar weer zien. Want dat is het. In gedachten zijn we allemaal wel bij elkaar. Maar op dit moment zit dat er niet in. We hopen dat dit gauw achter de rug is en dat we weer lekker met elkaar kunnen voetballen en plezier maken. Ouders elkaar weer kunnen zien en alles. Dan hou vol en voordat je het weet is voorbij. Doe en tot gauw. Ja jongens, helaas kunnen wij jullie een tijdje niet zien. Maar blijf wel lekker thuis voetballen, zodat jullie volgend seizoen of als we weer mogen trainen, weer lekker kunnen voetballen. Hopelijk zien we jullie snel weer. Hoi allemaal, hoe is het met iedereen? Helemaal niks hè, met dat corona gebeuren. We missen jullie wel hoor.
Even lekker ballen op het veld, een paar keer in de week, wedstrijdjes in het weekend, zit er eventjes niet in. Nou, we hopen dat het goed met jullie allemaal gaat en dat we jullie gauw weer op het voetbalveld zien. Groetjes, hoi hoi! Blijf vooral lekker buiten spelen, maar niet met te veel! Later in de dag, wat bij weer gaan.